Ik ben niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do, ik weet dat die dingen die je zijn niet true. Je bent niet goed, want kijk hoe je mij vervloekt. When I think about the things you do. Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is vandaag vrijdag 21 september. Ik heb gisteren de andere vlog afgesloten, dus ik dacht ik begin gelijk een nieuwe. Ik kan het niet te lang houden, want ik moet zo naar school. En omdat ik vanochtend pas de vlog ging editen, ben ik bijna te laat. En ik begin ook pas om 10:30. Dus geen idee hoe ik het voor elkaar heb gekregen. Als je heel veel zin hebt in deze weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet. En even abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier met deze weekvlog. Ik moet nog even de laatste dingetjes doen. Ik denk dat ik mijn haar zo ga laten. Ga ik het niet stylen, want ik heb het al droog gefeund. Wat moet ik nog doen? Sokken, schoenen, tas inpakken. En dan ga ik. En over 10 minuten gaan we trainen, dus ik moet echt heel erg opschieten. Oké, ik heb het gered. Ik ben met de auto bij het station. Ik ga over 2 minuten lopen. Ik heb vandaag best een lange dag. Volgens mij tot 6 uur. Daarna ga ik samen met Deem eten. Of die komt bij mij in ieder geval eten. Dus dan zal ik wel weer filmen als ik terug ben uit school. Ik denk niet dat ik op school iets ga filmen. Volgens mij heb ik natuur, techniek, natuur en techniek, één vak. Core en taal of zo. Of gecijferdheid. Ik heb geen idee. Dat ga ik zo meteen even zien. En ik heb echt geen spullen mee, want ik was het echt vergeten. Een beetje haast. Maar ik ga in ieder geval nu naar de trein lopen. En ja, ik neem mijn camera even gewoon mee en ik zie wel wat er gebeurt. Oké. Okay. Als ik zeg één, zeg je die C. Nee, 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 nee. Zij denkt nu echt nou op, alsjeblieft. Ja, we hebben een hele cijferheid. Oké, leuk. Oké, we lopen nu buiten. We hebben namelijk natuur en techniek. Yes. Ik ben hier samen met Vera. Ook al uit de vorige video. Yes. Kennen jullie natuurlijk nu alweer. Jezus. En we moeten dus... Wat moeten we doen? We gaan nu even naar een natuurplek. En dan moeten we onze lessen gaan geven aan elkaar. Wat heb jij als les? Dat ga ik lekker nog niet zeggen. Oké. Ik heb haarsbladeren zoeken. Oh, leuk. Echt? Oh. Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het wel leuk. Ik heb geen tanden. En we gaan haarsblaadjes zoeken. Leuk. Sanna gaat nu beginnen met haar opdracht. En kan je het even uitleggen? Ja, ik ga het hier uitleggen. Oké, okay. Hier gaat de juf het uitleggen. Wat we vandaag gaan doen is, we gaan even bewust zijn met de natuur. We gaan namelijk een puzzelopdracht doen. Yes! En de bedoeling is dus dat je straks dingen in de natuur gaat vinden. Zoeken, zorg wel dat je de natuur heel laat, dus niet dat je de natuur kapot maakt. En dan ga je er zo mooi en zo groot mogelijk kunstwerk van maken. Je mag het samen doen, je mag het alleen doen, maar degene met het mooiste kunstwerk die wint wel. Oké, zullen we dan in 2-tallen? Ja, is goed. Ik ga... Oké, we moesten dus met voorwerpen uit de natuur iets maken. Dus we hebben een hond en een konijn. Hij is nog niet klaar. Eerst hier. Ik zie hier, presenteer het even. Dus wat hebben jullie gemaakt? Oké, wacht. Het? Ja, dit. Oh, het waait weg. Ja, ik heb het al eerder gezien, dus ik weet zelf wel hoe het eruit ziet. Oh, dat is leuk. We hebben hier een konijn, een hondje en een kat die nog niet af is. Heel schattig. Hij is wel af, maar dit vind ik ook heel erg origineel. Ja, het is heel leuk om te kijken. Okay. Next, volgende kunstwerk is... We hebben een tipi. En hij heeft eitjes en een nest erbovenin. En oren. Ik moet zeggen dat ik eerst niet had verwacht dat hij zou blijven staan, maar... Same. Ik was zo ster. Zullen we... En de winnaar is... Even trompgeroffel allemaal. De tiertjes! Ja! 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 Echt? Hij heeft 2 verschillende kleuren. Oh ja, die is wel mooi. Oké, ik heb nu de opdracht gedaan en ze moeten een herfsttafel maken in deze vakken. Ja. Probeer het zo mooi mogelijk neer te leggen dat het echt herfstig wordt. Dat ik echt denk, oh, dit is herfst. Ja. Ik ga vanaf hier filmen en dan ga ik allemaal kijken of ik hierbij leg en dan versnel ik het. Tijd is voorbij. Oh nee! Ik ben met Demi! En ik ben terug van school. En ik heb heel veel leuke pakketjes. Van Chiquelle. En ik heb ook nog AliExpress. Wat zat erin? Wat zijn dit? Een armband. En een armband. En die andere 2 mag jij ook openmaken. Zo. En deze ga ik zo meteen even openmaken. Hoe kan dat nou weer? Dat is ook gek.
Oké, ik ben nog steeds met Demi, maar ik had nog een ander pakketje van Chiquelle. En ik wil heel graag weten wat erin zit, dus ik ga het even openmaken. En ik heb al eerder een samenwerking met Chiquelle gedaan. En het is namelijk een merk uit Zweden wat nu naar Nederland komt. En het is binnen 3 dagen bij jou thuis. En ik heb een leuke kortingscode. Janette, met hoofdletters. En ik ben heel benieuwd wat erin zit. Oh ja, ik zal de linkjes naar de kleren in de beschrijving zetten. Ik zie heel veel wit. Oké, het eerste wat erin zit. Ga ik even openmaken. Oké, het is een zwart topje. Er komen ook nog aanbeelden. En hij is een beetje... Hoe noem je dit, deze stof? Dat vind ik dus heel moeilijk. Nee. Satijn. En er zit een patroontje op. Maar in de aanbeelden zie je het wel beter. En ik heb hem in de maat 36, denk ik. Oké, het volgende is deze in het groen. En deze heb ik ook al in het beetje beige. En deze vind ik wel echt heel erg leuk. Die is wel nice, hè? Alleen toen, volgens mij is dit in een one size. Ja, dit is dus een one size. Maar eerst had ik hem dus wel in de maat 36. Dus ik hoop dat hij goed zit. En die kan je dus dan zo over je schouders heen doen. En ik heb een witte blazer. Wat heet een blazer? Jasje. Deze. Oh, deze vind ik wel echt mooi. Had die ander ook van die mouwen? Nee, toch? En deze heb ik in een maat 36 ook. En dit is heel erg handig voor school ook. Oké, en het volgende en het laatste, dat is het vierde item, is een trui. Een witte. En hij heeft die bolletjes. Hij heeft een beetje een hoge nek. En dan heeft hij van die... Oh, nou. Hij is wel groot. Ja, hij is wel groot. Welke maat is het? Het is ook een one size. En dit is het vierde item. En ik zal alle items zal ik in de beschrijving linken. En ik zal de kortingscode er ook bij zetten. Met de code Janette krijg je 15% korting. En als het goed zit er ook de beelden bij hoe het bij staat. Het is zaterdag en ik heb alweer de hele dag gewerkt. En ik ben helemaal kapot. Dus ik ga lekker in bed YouTube kijken. Niks doen. Ik ben echt helemaal kapot. En wat ga ik daarna doen? Daarna heb ik een verjaardag. Dan ga ik uit als ik dat trek. Maar ik ga dus nu lekker in bed liggen. En ik ga morgen foto's maken met Eva. Jezus, wat een lamp. Oké. Ik ga jullie even hierop zetten. Blijf dit staan. Lekker helemaal kou. Ik heb mij even opgemaakt. Even wat fatsoenlijke, wat make-up op mijn hoofd gesmeerd. Meer dan ik dacht. Dit komt door de regen. Die lamp is al heel heftig. Ik ga zo meteen uit. Het regent heel hard buiten, dus we gaan met de taxi heen en terug. En wat wilde ik nou zeggen? Ik heb alvast een top aan van Chiquelle. Deze kan je ook bestellen met mijn code Janette, dan weet je dat. En ik ga nu even mijn haar doen en dan ga ik zo meteen naar Demi toe, die jullie gisteren ook zagen. Zo, het ligt nog best wel goed. Oké, ik ben bij Demi. En Demi en ik gaan zo uit. En Demi heeft net haar haar gekruld. Ho, ik ga even het laten zien. Van de achterkant dan, hè? Mooi. Mooi. En we gaan nu uit. Joehoe. Zin in. Het is al gelukkig al 10:30. Oh ja, gaan we nu? Goedemorgen, het is vandaag zondag. Ik ben gisteravond uit geweest, dat was echt super leuk. En ik zou vandaag met Eva foto's gaan maken, maar ik weet niet of jullie het horen. Het regent echt fucking hard. Dus ja, we gaan denk ik een mukbang opnemen, een McDonald's mukbang. En daar heb ik heel veel zin in, want ik heb echt heel veel trek. En ik ben nu vergeten mijn ring om te doen. Nou, maakt niet uit. Ik heb deze nieuwe trui aan van Chiquelle. En ik ga dus nu Eva ophalen. En het regent zo hard. En ik wil dus heel graag foto's gaan maken. Het is de hele mooie. De hele week is het niet geregend en nu regent het. Dus ja, ik ga dus nu naar Eva toe. Zo. En ik was gisteren uitgegaan in Noordwijk. Het was echt heel erg gezellig. En ja, ik ben wel nog een beetje brak. Maar ja, dat kan gebeuren. Ik ga even muziek opzetten. En dan ga ik rijden. Van vlog. Ik ben nu met Eva. Wij gaan een video opnemen. Again. Zin in. Ik hoop dat je de regen niet heel erg hoort. Wacht, ik ga het nu terug luisteren. Eva en ik zijn weer terug. We hebben net een hele leuke mukbang opgenomen. Volgens mij had ik dat al gefilmd, of niet? En we gaan nu even... We hebben even wat eten gekocht.
en wat drinken. Wil jij dat drinken? Ja. Oké, dan ga ik even een glas halen. Ja. Laat even zien wat we hebben gekocht. Nou, even een Dirk shoplog, jongens. We hebben Fanta gekocht. Nou ja, Spa, Orange. Hetzelfde als Fanta. Chocolade Loelies van Sinterklaas gekocht. En deze wilde je net per se. En ik drink water. Stay hydrated. Oh my god. Oké, okay, Eva en ik zitten weer in de auto. Jezus. Want wij gaan naar de IKEA! IKEA vloggie. Huppakee. Oké, okay, maar. Ja, ik ben echt heel naar die IKEA trekken. Ik vind het zo leuk om gewoon door de IKEA te lopen. Oh, we gaan even filmen. Oh, maar volgens mij is mijn camera bijna leeg. Ik ga ook even een nieuwe batterij erbij kopen. Zijn we weer helemaal aan het vloggen? Goedemorgen, het is vandaag maandag. Het is. Hoe laat is het? Geen idee eigenlijk. 9:55. Ik begin om 10:30. Dus ik moet om 10:00 de trein nemen. Want mijn eerste uren vielen uit. Dus dat is super chill. En dan moest ik om 8:30 op school zijn. En ik heb me al helemaal klaargemaakt. Ik heb vandaag volgens mij 2 of 3 vakken. En volgens mij zit ik tot 2:30 of zo. En ik was net even bezig met de vlog aan het editen. Want ik was heel erg vroeg wakker. Met Eva, die ik gisteren heb opgenomen in de mukbang. En ik vind hem heel leuk geworden. Hij is nog niet af. Alleen je hoort wel heel hard de regen op de achtergrond. Maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet heel vervelend. En anders vind ik het ook heel erg zonde als ik er niks mee ga doen. Auw. Ik blaad er veel meteen. Ik zal even mijn outfit laten zien. Oké, ik heb dus die naked trui heb ik een keer andersom gedaan. Want eigenlijk zit dit op je rug. Maar ik vind dit eigenlijk veel leuker. Ik snap niet waarom ik dat nooit heb gedaan. En dan heb ik zo'n, ja, wat is dit, een soort pantalonbroek aan met mijn Yeezys, zo. En dan ga ik nu naar school toe, want ik heb ook gym. Ik ben met Am! Hi! En wat gaan we doen? Sporten. Maar ik moet eerst, ik ben net terug van school, ik heb de hele dag niks gefilmd. Dus ik had vandaag gym op school, hè, dus ik heb al eigenlijk gesport, ja. Ik heb dus dat ging in de touwtjes springen. Leuk. En nu moet ik nog even snel wat boeken ophalen bij de Biep. En dan gaan we sporten. Ik zal een paar versnelde dingen laten zien. Zal ik een paar dingen filmen? Ja, doe. We gaan geen sportroutine opnemen. Nee, helaas. Ik heb het wel die vraag behandeld in de video. Echt? Ik zei dat we het gingen doen. Misschien toch ooit in de toekomst. Oké, het is vandaag dinsdag. Dit is het eerste wat ik vandaag film en het is bijna 6:00. Ik ben de hele dag naar school geweest. Ik ben ook echt net thuis. Ik moet zo meteen gaan werken. Daardoor ga ik uit eten. Sorry dat ik vandaag niks heb gefilmd, maar dat kon ik voorspellen. Dit soort dagen gaan er dus ook komen. Ja, en dat komt ooit nog wel een keer in de video waarom. Maar dit was dus niet het beste moment om te filmen. Ik moet dus nu een beetje tempo maken, omdat ik zo moet werken. En ik had vandaag echt een mega grote ladder in mijn panty. En met een mega grote bedoel ik echt gewoon zo groot als mijn been. Dus ik ga me nu snel omkleden, werkkleding aan, andere kleding mee. Ga ik vanavond uit eten. En dan zal ik even proberen wat te filmen. Ik ga het gewoon doen. Ik beloof het dat ik iets ga filmen. En dus ik ga nu mijn camera ook even inpakken dan. Doet hij het? Ja, oké. Okay. Ja. Wij zijn uit eten. Ik ben met Anne. En met Erin. Ja. En waar zijn we? Waar is het daar? En we hebben het eerste al. We hebben de eerste broodjes. En ja, we hebben er heel veel zin in. En iemand drinkt een iced tea. Dat je het wel mag. Mm-hmm. Oké, okay, wat we allemaal hebben zijn garnalenkroketjes, paprika, patat, we hadden brood, kip. Wat was dat ook weer? Capricorella. Ja. Oké, okay, we hebben 2 hamburgertjes. Asperges. Kroketjes. Stoofpotje. Saus. Ja, dat was hem weer, hè? Ik ben terug vanuit eten. Ik ben helemaal kapot van deze dag. Ik ben echt heel moe en ik ga nu mijn schoolwerk doen. Ik heb deze week niks gedaan. Dus het begint al lekker goed. En ik heb donderdag mijn eerste stage dag. En daar heb ik er zoveel zin in. Maar ik moet nu wel even wat gaan doen na school. Ik wil niet al gelijk achterlopen. Dus het is inmiddels 10:30. En ik ben weer eens te laat begonnen. Love it. Dus ik ga nu even kijken wat ik voor school kan doen. En dan zien jullie mij morgen weer. Toch? Ja, morgen weer. Welke dag is het, Jules? Woensdag. Oh ja. Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik moet zo meteen naar school toe. Ik heb hier echt heel erg haast. Het is 9:45.
Is het 9:45 al? Loopt die klok fout? Ah, loopt fout. En ik ga dus zo naar school, maar ik ga eerst even een ontbijt maken. Want ik heb echt heel erg honger. Want anders krijg ik de hele dag schreeuwbuien. Dus ik had net ook nog een zwart jasje aan, maar ik twijfel of dat ik het leuk vind. Ik zal zo even laten zien, als ik er nog tijd voor heb. Ik ga nu heel snel even een paar beschuitjes met hagels afmaken. Heel erg ongezond, maar wel heel lekker. En dan moet ik heel snel gaan, want om 10 uur gaat mijn trein. Zo voor 20 minuten. Maar ik moet er natuurlijk ook nog naartoe. En dan heb ik vandaag muziek, wat heel erg leuk is. Vertellen, dus hoe je laat maar zeggen, leert om verhalen te vertellen. En nog een vak, volgens mij gecijferdheid. Dus dat heeft met rekenen en zo te maken. Ook best leuk. En na school ga ik even wat dingen bijwerken, want ik heb echt de hele week geen tijd gehad. Ik heb echt alles helemaal volgepland, ook het hele weekend. En dan daarna heb ik, ga ik sporten met Am. Zin in. Ik heb nog steeds wel heel veel spierpijn, maar ik ga het maar niet afzeggen. Dus ik ga nu ontbijten. Ja, oké. Oké, wij zijn klaar met school. En we lopen nu naar huis, we zijn klaar. En we hebben morgen dus... Dat hoor je wel hoor. Echt? Ja, ja, dat hoor je wel. Maar ze zijn klein te hard wind. Oké, morgen hebben we onze eerste stage dag. Heb je er zin in? Ja, super veel zin in. Ben je ook op de film? Oh, want jij bent ooit. Heb je er zin in? Absoluut. Oh, ja. Ze hebben allebei groep 8 op dezelfde school. Op dezelfde school. Dus wij kunnen lekker samen geven en overleggen. Overleggen. Alle dingen. En ik heb groep 3-4, maar dat had ik volgens mij al verteld. Ja, maar groep 3-4 vind ik ook echt een hele leuke klas. Dat vinden ze hier helemaal geweldig. Ja. Helemaal heel klein. Ja. Van... Maar ik ben ook blij dat ik, laat maar zeggen, niet gelijk in een hele hoge groep begin, want dat is wel best lastig. Ja, ja, ik vond groep 8 ook best lastig, maar aan de andere kant ook weer een goede uitdaging. Ja, ook waar. Ik krijg dan nog groep 8. Ja, ik krijg hem 2,5 jaar met de musical. Ja, want ze hebben cultuurmiddag en dan gaan ze doorwisselen. Oh, ja. Oké, ik ben terug van school. Ik ben helemaal kapot. Dus ik ga gewoon... Ik wilde eigenlijk dingen voor school gaan doen, maar ik wil ook gewoon even chillen. Want ik heb morgen ook mijn eerste stagedag. Dus ik hoef daarvoor alleen een soort activiteit te doen. Dus dat ga ik nu eventjes voorbereiden. Voor de rest ga ik gewoon even chillen, want ik moet het ook niet te veel maken, want ik ben gewoon moe. Ik moet gewoon accepteren, ook al ga ik straks sporten, maar dat vind ik juist weer fijn. Dus en wat ik ga doen als kennismakingsactiviteit, is dat ik een ik-doos heb gemaakt, de ik-doos. En daarin doe ik dus allemaal dingen die bij mij passen. Wel een grappig idee. Moeilijker dan gedacht. Ik moet echt nog dingen gaan bedenken die ik erin ga doen. Maar dat ga ik zo meteen ook als ik met Am ga sporten. Ga ik even vragen wat zij erin zou doen. En ik ga nu dus lekker even... Ik ga alvast deze vlog editen. YouTube video's kijken. En dan lekker eten. En dan Am ophalen naar sportschool. Het is avond. Ik heb hier onder mijn sportkleding. Want Am heeft me zover gekregen dat ik toch ga sporten. Ik ben echt helemaal kapot. Maar dat maakt niet uit. Dus ik doe even mijn schoenen aan. Het ziet er een beetje gek uit, hè? Die trui zo over me heen. Maar ja, boeien, maakt niet uit. Ik ga toch sporten. En dan laat ik mijn camera hier. Zou ik filmen in de auto. Ik weet niet of Am daar zin in heeft. Nou, ik neem hem wel gewoon mee. En ja, het is vandaag donderdag. En het is nu rond 4 uur. En ik heb mijn eerste stagedag gehad. En dat was echt heel erg leuk. Ik heb vanochtend niet gefilmd omdat het een beetje hectisch was. En ik had gewoon even wat spullen nodig. En ik moest om 8 uur er zijn. Dus dat is natuurlijk best wel vroeg. Dus ik had er zelf voor gekozen om dus niet in de ochtend te filmen. En ik ben nu net thuis. En het was echt heel erg leuk. Ik was heel erg zenuwachtig vanochtend. Maar het was echt nergens voor nodig. Voor mijn gevoel ging het heel goed. De activiteiten gingen ook goed. Dus ik ben super blij. Super leuke kinderen. Dus ik ga nu deze vlog editen, want die komt morgen gelijk online. En ik had al gezien dat die best wel lang was, dus dan weten jullie dat. Begin ik morgen gewoon weer een nieuwe video. Morgen weet ik nog niet wat ik ga doen, maar dat zien jullie dan weer volgende week. Ik hoop dat jullie deze vlog alsnog leuk vonden. Als je tot hier hebt gekeken, zou ik het heel erg leuk vinden. Als je even reageert in welke klas, welke groep, welke school, weet ik veel. Wat voor opleiding je doet, dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doeg!